De Koolsingel, de slagader van het dynamische Rotterdam, zal binnenkort voor alle verkeer worden afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de bouw van de metro. De secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, meester Gieben, was naar de Maastad gekomen om een officieel begin te maken met de aanleg van deze ondergrondse. Vlakbij het centraal station stond de heer Gieben aan de heimachine om mee te helpen de eerste stalen damwand van een groot bouwdok in de grond te slaan. De metro krijgt 7 stations en zal 5 kilometer lang worden. Hij komt 4,5 meter diep onder het wegdek te liggen en 19 meter diep onder de Maas. De regering heeft nog slechts een deel van het plan goedgekeurd, namelijk de bouw van het gedeelte onder water en op de rechter Maasoever. Maar men verwacht het gehele werk in 6 jaar gereed te hebben. De tunnel loopt onder de Maas door van het stationsplein naar het Zuidplein. Aan de Maasoever is ook reeds een heel stuk van de daar nodige damwand geslagen. Rotterdam krijgt zijn metro. En de voortvarendheid waarmee eraan gewerkt wordt, sterkt de burgemeester Van Walsum en de vele aanwezige journalisten in het vertrouwen dat de ondergrondse binnen de gestelde tijd gereed zal zijn. De Maastad ziet enige jaren van het gebruik van de Koolsingel af om een deel van het verkeer onder de grond te krijgen.